Ten eerste, Lucas, hoe gaat het? Goed, gaat heel goed. Lekker druk en dat is precies wat ik gehoopt had. Dus het gaat heel goed. Ja, voordat we het over de wereld uit door gaan hebben, over je nieuwe album dat eraan komt, even een stapje terug. Ja. Weet je nog het eerste album dat je ooit kocht? Het eerste album dat ik ooit kocht was van Keen. Okay. En toen was ik... Ik kom eigenlijk helemaal niet uit een tijd van dingen kopen. Behalve dan nu, omdat ik wat ouder word. En dan als je een baantje hebt, je krijgt loon, dan kan je dan dingen kopen. Maar ik kom echt... Toen ik... toen was ik een beetje die internetrevolutie wat betreft de muziek gaande. En ik downloadde toen heel veel op LimeWire. Van die kleine mp3'tjes, dat had hele slechte kwaliteit ook en zo. En ik weet nog, we waren op vakantie in Frankrijk en ik was denk ik een jaar, was denk ik 11. En toen kocht ik van mijn vakantiegeld kocht ik mijn eerste album, dat was van Keen. Dat was het eerste album van Keen, heette Hopes and Fears. Weet je nog waarom je dat album kocht? Omdat ik had toen een mp3-speler. Met zo'n USB-stick, dat was 128 MB, daar kon ik 20 liedjes op zetten. En 50 of 4 ervan die erop stonden waren van Keen. Ik dacht, dan wil ik die andere 6 ook wel kennen, omdat die niet te vinden waren toen op LimeWire. Ja. Dus toen had ik die plaat van Keen gekocht. Maar in die zin dan, want je noemt je komt een beetje uit die download-generatie. Uh-huh. Luister je dan naar nummers of wel echt albums? Nee, toen luisterde ik echt alleen nummers. Okay. En dan kon je ook nog van die MP3-CD's maken. Er kon dan 100 nummers op, maar die kon je dan weer niet in de auto afspelen. Dus had je dan een speciale disc met de mp3-functie. En er waren alleen maar nummers. En dan ook van die live shows van de Cheap Mahali en Hans Teeuwe die je toen ook kon downloaden. Dat was wel lachen, maar nooit echt volledige albums. En als je dan nu als artiest zijn, je gaat straks een plaat uitbrengen, je hebt al een paar EP's uit. Hoe kijk je nu, is je houding ten opzichte van downloaden veranderd? Ik koop nu wel meer muziek, maar wat ik meestal doe is ik... Nou, dat is niet waar. Zeg. Nee, ik koop nu wel meer muziek, omdat ik gewoon nu ook eigenlijk een beetje... met een inkomen daar dan ook gewoon dat kan kopen. En dat kon vroeger gewoon niet, want toen kreeg ik gewoon 1 euro per week zakgeld. Dus dat zat er toen niet in. Maar ik moet wel zeggen dat ik nog... Nou, ik stream veel. Ik luister heel veel op Spotify. Ik download eigenlijk niks meer. Behalve series. In de zin van, zou je het dan erg vinden als mensen jouw muziek bijvoorbeeld zouden downloaden? Nee, absoluut niet. Ik zou het echt niet erg vinden. Want ja, sowieso... Je verdient niet zoveel aan iTunes en Spotify. Behalve als je echt gewoon miljoenen downloads hebt. Mm-hmm. En ik wil in ieder geval dat mensen het kunnen bereiken. Dus stel, staat op de Pirate Bay staan, dan krijg ik ruzie met mijn platenmaats bij. Maar stel... Dan zou ik dat niet erg vinden, omdat mensen dat daardoor toch kunnen verkrijgen. Als ze nou voor betalen of niet, als ze maar daarna naar de shows komen. Dus je hebt liever dat je muziek gewoon naar buiten wordt gebracht en dat mensen... Okay. Ja, je noemde, je was een jaar of 10, 11 of zo toen je met Keen bezig was. Wat betekende muziek op dat moment voor jou? Speelde je toen al gitaar? Ja, heel veel. Ik speelde toen al gitaar, ik schreef nog geen liedjes, maar ik speelde ook keyboard. En dat vond ik heel leuk om te doen. En ik nam toen ook altijd mijn gitaar mee op vakantie. Dus ik was heel veel aan het spelen, heel veel aan het oefenen. En ondanks dat Keen de eerste CD was die ik zelf kocht, was de eerste CD die ik kreeg was Who's Next van The Who. En daardoor ben ik ook echt gitaar gaan spelen. Omdat ik dat gewoon heel erg vet vond. En Keen was een beetje dan mijn eigen muziek smaak. Want dat hoor je ook niet echt terug in mijn muziek. En ik luister nu ook niet meer, terwijl het wel hele goede liedjes zijn. Maar echt juist die Britse dingen, wat ik van mijn vader heb meegekregen. Dus The Who en ik luisterde toen ik heel jong was ook naar Jimi Hendrix en zo, dat vond ik te gek. En dus dat. Dus dat wakkerde een vlammetje aan? Dat wakkerde zeker een vlammetje aan en wel omdat ik dus uit eigen initiatief de CD van Keen wilde kopen, had het wel mijn hele soort van zoektocht naar muziek ook verbreed. Want ik heb ook gedaan, toen ik 11 was geprobeerd, ik wilde toen naar metal luisteren omdat de jongen uit mijn klas dat deed. Dus ik was wel alles, maar toch zat mijn voorkeur toch wel echt bij popmuziek en vooral bij Britse muziek. En je noemde net al, je merkt nu in je eigen muziek, misschien niet meer iets van Keen, maar wel wat van die Britse muziek. Ja. Dus als je terugkijkt naar die invloeden, wat zijn de soort van dingen die je opvielen toen?
Ja, dat is wel moeilijk om te zeggen, want ik luisterde toen op een hele andere manier naar muziek dan hoe ik nu naar muziek luister. In welke zin? Nou ja, nu, ja. Ik denk dat de reactie op de muziek gewoon toen anders was, omdat ik... Wat ook echt begonnen is, wat voor mij een hele belangrijke inspiratie is, zijn de Arctic Monkeys. En die kwamen toen ik 11 was ook met een... het was net na die zomervakantie, kwamen toen zij ook met een cd. En hun eerste cd, en die had ik... die had mijn vader toen gekocht en daar was ik echt gelijk van helemaal verkocht. Omdat het gewoon... gewoon echt goed Brits beuken was. En dat is ook voor mij de hele ding met Britpop. Is daar voor mij echt begonnen, terwijl het nog veel verder terug gaat. Yeah. En... dat heeft me wel heel erg geïnspireerd om zelf ook die muziek te maken. En, dus daarvoor was het wel heel belangrijk, die muziek vroeger. Je speelde wel gitaar, maar je schreef nog geen eigen nummers. Nee. Wanneer was die omslag? Ja, toen ik pas een beetje beter gitaar kon spelen. Dat ik toen begon denk ik om mijn 10e met gitaar spelen. En toen was ik gewoon vooral aan het oefenen, want ik wilde eerst alle akkoorden kunnen spelen. En ik had geen gitaarles, ik deed alles op gehoor. En daarvoor was die muziek ook heel belangrijk. Gewoon alles wat we thuis luisterden. Omdat ik mee wilde spelen met die cd's. Dus daarom kon ik ook mijn oren heel goed ontwikkelen. En dat het ook heel handig is voor het schrijven van liedjes. En het schrijven van liedjes is pas gekomen toen ik rond 12, 13 werd. En dan wist ik ook van mezelf dat het geen goed liedje was. Maar dat is ook iets wat je ook een beetje jezelf aan moet leren. En dan moet je gewoon ontwikkelen. En dat snapte ik vroeger ook. Dat snapte ik vroeger wel. Dat je gewoon heel veel moest oefenen, ook daarin. En daarop veel moest luisteren. En dan ga je dingen nadoen. Maar dan kom je wel ergens bij zo'n liedje. Maar dat en echt serieuzer werd het pas toen ik in een bandje ging spelen op de middelbare school. Want toen wilden we heel graag eigen nummers. En dan ben je ook heel serieus bezig met liedjes schrijven. En maar dat ontwikkelt zich en het ontwikkelt zich en het ontwikkelt zich. Dus het is niet van de ene op andere moment nee, dat je denkt dat, van... dat gebeurt absoluut niet zo. Ging het maar zo. Nou, ging het maar zo. Het is, je moet dat echt gewoon... Hoe vaker je dat doet en hoe vaker je een liedje af hebt, kan je ook weer naar kijken van wat vind ik nou gewoon op bijvoorbeeld. En dat ontwikkelt zich weer en dat inspireert zich weer tot een nieuw liedje en tot een nieuw liedje. En nou, je noemt die band op de middelbare school. Had jij toen je zinnen al gezet op muziek, zeg maar, dat was het, of? Ja, mijn zin op muziek had ik heel gauw gezet, omdat ik vroeger... dat ik heel graag beroemd worden later. En als zanger ook. En op een gegeven moment... ik was heel druk vroeger en heel moeilijk met leren en studeren. Op een gegeven moment werd ik ADHD gediagnosticeerd en toen kreeg ik daar medicatie voor. Maar het enige waar ik wel rust in vond is het maken van muziek en het spelen van gitaar op mijn kamer. Mijn ouders vonden dat heel leuk, ondanks dat ik geen tiener haalde op school. Ik deed HAVO, VWO en het ging allemaal een beetje moeizaam en zo. Maar toen dacht ik van nou, ik wil later gewoon muziek maken en ik wil gewoon na... dus wist ik in de eerste van de HAVO VWO dat ik gewoon heel graag conservatorium wilde doen. Dus ik had een doel om die school door te werken. En dus ik had het gewoon al heel snel erop gezet omdat ik dat ook gewoon het leukste vond om te doen.